Dat kunstwerk heeft ook al elders gestaan. Klopt. En waar was dat? Dat was in Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival. En daar heb ik hem neergezet in samenwerking met een groep studenten van de Universiteit Twente. Onder leiding van Vanessa Evers. Professor, doctorandus, huppel de pup of zo. Het was natuurlijk een groot festival, Amsterdam Light Festival. En ja, als het goed is zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen langsgelopen. En dat is een heel groot publiek. Wij hebben een ontwerp gemaakt van almeloze ruitjes. Almeloze wiebertjes, zoals dat heet. En die maken we van ledverlichting. Dus we maken eigenlijk heel veel ruiten op het kunstwerk. Die we apart kunnen aansturen. En zo laten we het kunstwerk tot leven komen. Dit is een ledstrip. Gewoon een standaard waterdichte ledstrip. En die maken we op maat. En die kunnen we straks aansturen. Als geheel. Wij proberen die ledverlichting vast te maken. Maar dat is een hele klus. Ja, dat zie ik. Het wordt een bepaald patroon, hè? Een heleboel creativiteit in je. Ja, dat kun je wel zeggen. Aankomende zaterdag is inderdaad hier de opening. En zondag doe ik een gedeelte van de dansroute. En hier zal dan ook hiervoor een dans ook plaatsvinden. Dus bij dit kunstwerk. Dus in het kader van Almelo op Rabat of zo. Wat kunnen we dan straks zien? Dan zien wij een soort golf die uit het water komt. En waaruit hoofden, waar hoofden aan zitten die handkusjes geven. En dat symboliseert het liefst uit Almelo. Ze zijn het licht aan het aanbrengen. We hebben een soort lichtvoorstelling in. Zijn plan om erin te bouwen en daar zijn ze mee bezig. En dat kippengaas, waar is dat toch in godsnaam voor? Nou, dat is eigenlijk een makkelijke oplossing. Eigenlijk moeten er nog meer binnenplaten in. Bij nader inzien was kippengaas gewoon makkelijker en goedkoper om het in te bouwen. Daar buitenom komen polycarbonaatplaten. En die laten het licht mooi door, diffusie door. Dus niet dat je echt puntjes ziet, maar mooie diffuus licht, zeg maar, in kleuren. Maar ik zeg nog niet wat er gebeurt. Dat is, als die klaar is, dan zullen jullie vanzelf wel zien wat voor lichtvoorstelling er ontstaat. Ja, want wanneer wordt dit prachtige kunstwerk onthuld? Het wordt zaterdag de 9e, meen ik. Om 2 uur 's middags wordt dat onthuld. Dus. En dan kunnen wij in Almelo een hele tijd hiervan genieten. Tot hoe lang blijft dit hele kunstwerk hier? De planning is tot 31 december.